mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik heb hier een fantastische mooie auto staan. Kenteken zit erop, is geen geheim. Rijd je toch ook gewoon rond, hè? Net als waar ik woon, is ook geen geheim. Maar deze auto, dit is een elektrische auto, is van mijn vriendin. Hoewel, het is een leaseauto, ben ik ook heel eerlijk in. En er is een wel onvervlogen keuze geweest om in zo'n auto te gaan rijden voor haar. Namelijk, er is nog een 4% bijtelling auto. En dat scheelt. Toch, zo moet je het zien. En dat die elektrisch is, mag is ook mooi meegenomen. Ik vind elektrisch rijden helemaal niet verkeerd. I don't do politics. Dat zeg ik tegelijk bij. Want hoe het allemaal momenteel in de politiek gaat, doet er niet toe. Ook technisch gezien, mensen die beginnen te zeuren over laadverliezen, dit, dat, zo, doet er ook niet toe. Ik ga er gewoon lekker mee rijden. En ja, hoe zal ik het zeggen? Mensen die namelijk zo'n auto privé kopen, dat zijn ook wel toch stiekem alweer een bepaald slag mensen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hadden we een hele mooie naam voor zo'n Klaas Kilowatt. Hey, niet kilowattuur, hè? Pas op, want dat verkeerd zeg. Maakt niet uit. Kijk, laat ik jullie eerst eens even een aantal tips gaan geven. Hoe kun je nou het beste zo goedkoop mogelijk leven? Hier een aantal tips. Het oude scheermesje gewoon nog een keer vaker gebruiken. Oh. Iets kouder douchen. Oh, hij is weg. Net als bij de Senseo, het koffiedik, twee keer gebruiken. De verwarming nog een standje lager. Ja, dat zijn natuurlijk tips, daar heb je eigenlijk helemaal niks aan, hè. Maar goed, allereerst, deze auto, 64 kilowattuur. Oh jongens, ik voel het nou weer aankomen in de comments. Oh, jij zegt geen 24 kilowattuur, je hebt het niet over de laadverliezen. Oh, wat, maakt niet uit. Ik ga hier lekker mee rijden en als eerste ga ik eens even naar de winkel, naar de Lidl hier in Frieseveen. Want daar kun je iets bijzonders doen met deze auto. Ik zou zeggen, rijd met me mee. Nu eens even in deze Hyundai Kona Electric. 64 kWh. Er zijn natuurlijk auto's die hebben veel meer. Denk maar aan de Golf ID4 77. En er komen nog veel meer. Of die nieuwe EV6 Kia. Oh, wat een mooie auto. Dashboard. Het is auto 2019. Heb je vast en zeker wel goed kunnen zien. Ik zet hem eerst eens even aan. Hier is auto, de sleutel hier. Trap de rem in. Zet hem aan. Plinkplong, plinkplong. Nu was het zo. Hij staat op ready zelfs, klaar om te rijden. 119.000 kilometer. Ja, best wat kilometers gelopen. Ik zet de airco even aan. Ik zet hem op auto. Hier zit een warmtepomp in. Werkt perfect. Kan natuurlijk, lieve vriend Freek, ons alles over vertellen. Deze auto had een storing met een bochtrijverlichting. Als ik naar rechts ging, ging een lampje kapot. Heb ik op laten lossen bij Autogroep Twente. Hyundai dealer hier in de buurt. Kijk, nou is het ook wel eens een keer mooi als een ander voor mij werkt. Verder gewoon, ja, alles zit erop en eraan qua auto, niks mis meer. Het batterijpakket is nu ongeveer, ik kan nog, nou ja, gemiddeld, want dit is dus een gemiddelde, ligt er maar net aan hoeveel gas je geeft, kan ik 169 kilometer rijden en hij zit nog half vol. Nu is het zo, ik moet straks, mijn vriendin is op vakantie samen met dus de dochters, zitten op Creta, die moet ik over een aantal dagen weer ophalen van Schiphol. Dus dan moet ik naar Schiphol toe. Dan zorg ik ervoor dat de accu natuurlijk helemaal vol is. En ik moet nog even, misschien even een keer bijladen. Theoretisch kan ik zo'n beetje 400 kilometer, 420 kilometer rijden als het moet. Maar, weet je wat, gewoon lekker even een snellader. Of even bij familie op bezoek in Amsterdam. Dat ik hem daar in de paal zet. En dan komt het helemaal goed. Stom toevallig is hier jongsleden een paal geplaatst. Ik heb een laadpas, alles erbij. Dus dat is geen enkel probleem. Hoe rijdt zo'n auto? Ja, dat kon je laatst al zien bij de video met Admir. Het gaat echt als een raket. 150 kilowatt volgens mij aan motorvermogen. Dus ruim voldoende. Goed, laat ik eens even naar de Lidl gaan en daar eens even wat gaan doen. Hoe tof is dit?
30 minuten laden, 125 kilometer rijden. Groene stroom snellaadpaal. Laden uitsluitend voor klanten van de Lidl. Heb ik even geluk. Maximaal 30 minuten. Laden stopt automatisch. Laden buiten openingstijd is niet toegestaan. Klik hem erin. Zit erin. En eens even kijken. Connect. Kan ik de mannetjes erin doen, maar dat is niet nodig. En de... Die is het. Start. Preparing to charge. Zet een communication op. Gaaf zeg. En ik ben aan het laden. Nou, nu krijg je het weer. Hoeveel kilowattuur, hoeveel kilowatt laad ik en de laadtijd. Hij is aan het laden. Nou, de batterij van mijn auto is nog 44% vol. Moet je kijken. 34 kilowatt laden. Ik vind het knap. De tijd gaat nu in. En ik ga ondertussen mooi eens even boodschappen doen. Ik vind het echt een... Dit vind ik echt leuk. Dit is voor mij wel een impuls. Ja, niet alleen om gratis te rijden natuurlijk. Maar voor de Klaas kilowatts onder ons is dit natuurlijk wel heel erg aantrekkelijk. Ik ga gewoon naar binnen boodschappen doen. Kijk eens, precies 30 minuten. Ik was net te laat met de camera. Ik vind het onvoorstelbaar. Ja, first select your output. Zal ik het stiekem nog eens proberen als echte bedrijfseconoom. Dat ik hem even eruit haal. Teruggang. En nog een keer erin doen. Zou het werken? Dat is wel heel slecht. Hè? Laten we het nog eens een keer proberen. Die is er weer in. Of zou die de auto herkennen? Charging is stopt. Wil niet, hè? Gek, hè? De boodschapjes keren de Lidl in Nederland. Ook niks mis mee. En natuurlijk het gratis laden. Dus ik ging van 44 naar 71%. Ik vind het aardig wat. Karretje even wegbrengen. Zit een muntje in. Bedrijfseconoom. En dan ga ik eens even kijken wat hij dus nu geladen heeft qua hoeveel ik nu verder kan rijden. Ik zat op 167. Kijken wat ik... Nu kan gaan rijden. Ik heb een boodschappenwagentje weggebracht. En natuurlijk wel mijn 50 cent weggepakt. Hè? Dat begrijp je natuurlijk wel. Ja, als echte bedrijfseconoom ben ik natuurlijk, moet ik natuurlijk ook de airco uitgeschakeld laden. Maar ja, dat doe ik natuurlijk niet. Dat snap je wel. Want dat wordt mijn veelste auto. Oh, het is hier zo warm. 267 kilometer kan ik nu rijden. En ik heb nu dus... ja, driekwart van de batterij vol. Heeft het mooi gedaan. Ja, wat nu? Ik moet nog even ergens anders naartoe een boodschapje doen. Ik ga even weer een stukje rijden. En dan kijken wat mijn bevindingen zijn. Ik heb thuis geen wallbox, geen laadpaal. Logisch, want ik heb geen elektrische auto. Mijn vriendin heeft in haar huis wel een paal. Ik heb zoveel overcapaciteit van mijn zonnepanelen. De zon schijnt nu ook nog eens een keer erbij. En... Ik ben aan het laden met de zogenaamde de noordkabel, de granny lader, hoe je hem ook noemen wilt. Het zat nog in een verpakking, nieuw achterin, nog nooit gebruikt. Verlengsnoertje eraan geaard, kort verlengsnoer, dat is echt tot daar binnen. En dan kan ik mooi nog eens even het resterende wat hij nog nodig heeft mooi laten staan tot hij vol is. Ik bedoel, mooi dat zo kan toch? Kan wel een leaseauto zijn, maar ik heb zoveel bespaard in deze film. Ik vind het leuk om ook eens een keer die auto eraan te zetten. Kijken hoe dat allemaal werkt. Als eerste in de auto, je zit natuurlijk achter het stuur. Je hebt godzijdank een gewoon stuur. Niet alle Tesla in of met een raar stuur erin zitten. Twee flippers. Je zit hier aan de zijkant. Nou, bediening van de radio, bediening cruise control. Werkt allemaal heel simpel en een beetje boordcomputergedeeltes. De flippers zijn niet om te schakelen, want hij heeft natuurlijk geen versnellingsbak de auto. Wat er wel is, je kunt de regeneratie, dat wil zeggen het... terugwinnen van de energie tijdens het afremmen kun je instellen met een soort, wat ze wel noemen, een,
One pedal drive, heb je weer zo'n Engelse term, one pedal drive. Oftewel, wanneer je het gas loslaat, dan remt hij als een idioot. Ik kende dit vroeger eigenlijk al uit vrachtautoland op de Volvo FH vrachtauto. De motorrem ging er dan op als je het gas losliet. En dat was aan het begin natuurlijk even wennen. Maar nu is het gewoon heel simpel. Je moet even wennen, inderdaad. Zo is het. Even wennen en je kunt dan heel doelgericht, heel ja, goedkoop zeg maar, goedkoop... economisch rijden. Hij gaf hierboven in het dashboard, misschien kon je het zien, al aan dat 12 volt accu gaat ontladen, omdat je hem niet gebruikt. Contact inschakelen, heel simpel. Sleutel ligt hier. Ik druk één keer op de aan- en uitknop en dan gebeurt er nog niks. Wanneer je de rem intrapt en nog een keer drukt, dan zie je gewoon, hij wordt wakker. Controle van het systeem. En feitelijk klaar om te rijden. Hij geeft ook al aan met een pijltje naar voren en naar achteren. Zowel links in het beeld daar. En sommigen zeggen ready. Deze heeft geen teksten staan ready. Bediening heel simpel. Knop op het dashboard of op de middenconsole. En ik zet hem in de reverse. En heel mooi zoals je kunt zien. De achteruitrijcamera zit erop met mooi de pijltjes. Hè, wanneer je gaat sturen. Zie je mooi insturen. Ik vind het een mooi systeem. Maar goed, daar is natuurlijk dit merk niet uniek in. Ik zet de zonnebril er nog even bij op. Nou, er zitten geluidjes in, er zit een luidspreker buiten de auto, die maakt een geluidje. Ik snap het wel, het is niet het mooiste. Nu zet ik hem dus in de drive. En versnelling al gedetecteerd, als je twee keer drukt, ja. En ik ga rijden en het rijdt subliem. Ondertussen, want wanneer ik nu het gaspedaal loslaat, ik blijf het gewoon een gaspedaal noemen. Wanneer ik hem loslaat, ja, dan viert hij als het ware uit. En je ziet hier aan de linkerkant bij charge... dat er niets wordt teruggewonnen aan energie. Nou, hoe kan ik dat nu verbeteren, zeg maar? Dat er iets meer komt qua terugwinenergie. Linkerpedaltje druk ik even twee keer in. En dan zie ik bij regeneratie op het dashboard... zie je dat de pijltjes meer zijn, dat het displaytje vol is. Wanneer ik nu loslaat, gaat ook gelijk in het beeld... zie je dat hij terugwint. En hij remt best... stevig af deze auto. Nou, je kunt je natuurlijk voorstellen, acceleratie alles. Het is een elektrische auto met 150 kilowatt aan vermogen. En nu ook, ik laat het pedaal los. Hij remt dus terug. Ik gebruik de rem absoluut niet. En je moet er even op anticiperen. Een stukje bewustwording. Nou, dan gaan we eens eventjes lekker de acceleratie laten zien. Hoe snel zo'n auto is. Nu vol gas. En ik zit op 100. Volkomen stil. Je hoort een heel licht zoemetje bij vol accelereren. En dat is het wel. Ik mag nou bij iemand staan in de werkplaats. Ja, en dat is hier op een afstandje. Herr Director himself. Oh. Daar is die. Mooi even op de brug. Kan ik eens even die mooie Kona EV laten zien. Wat er zoal in zit. En ik hoorde al, Benny, je bent enorm onder de indruk van elektrisch. Maar, elektrisch mag hier niet binnen. Oh, elektrisch mag. Er zit een stadmotor op, Benny. Er zit een hele grote stadmotor op. En die zit namelijk hieronder. Kijk maar. Nee, Chinees. Het wordt Chinees, Koreaans. En daar is die dan. De elektromotor. Nee, Robert, dat is geen elektromotor. Dat probeerde je al in een filmpje bij je werkgever aan te geven. Ik zei namelijk tegen de cameraman, let wel, die filmpjes over de EV bij mijn werkgever, die draai ik niet zelf, die worden gedraaid, vandaar is het wat minder spontaan. Hieronder zit niet de elektromotor, ja, die zit hier wel onder, maar die zit dieper. Hier zit namelijk de omvormer. Voor de elektromotor. Je moet je voorstellen, je ziet hier allemaal dikke kabels aankomen, er zit koeling alles op. Achter, onder de auto, ligt het batterijpakket. De batterijpakket voor het opladen, noem het maar de accu. Maar dit is ook een accu. En je kunt het wel zien, er zit al een nieuwe in. Want die ging ook al stuk na een paar jaar. Er zit dus een groot batterijpakket, tractieaccu onder. En hier wordt geregeld dat die... gelijkspanning, je hebt dus een gelijkspanning, een gelijkstroom. Ja, ik moet oppassen dat ik niet alles verkeerd zeg. Hè? Spanning en stroom, hoor je altijd zo door elkaar. Je snapt al wat ik bedoel, of niet? Hier wordt die omgezet
voor die elektromotor en geregeld dus naar een wisselspanning. En dat is puur gedaan zodat hij dan dat je dan kunt rijden. Daar gaat het natuurlijk om. Hiervoor zit de laadaansluiting en dan kom je gelijk uit hier met de bedrading hier, die drie draden, oranje, naar de boordlader. Dit is eigenlijk de lader. Inverter, DC-AC-DC converter en de lader. Waar het namelijk om gaat, wanneer je hier gaat laden, ga je met een wisselspanning laden. Alleen die batterij is een gelijkspanning. Dus die wisselspanning die hier binnenkomt, wordt hierin omgezet naar een gelijkspanning. Ga je volle power laden bij dit ding, oftewel gelijkspanning laden, dan gaat hij rechtstreeks hier naartoe en naar het accupakket. Hij kan zelfs rechtstreeks naar de accu toe gaan. Want met een gelijkspanning kan, die hoeft hij hem niet om te bouwen, heb je theoretisch minder laadverliezen. Oh, laadverliezen, wat fijn. Dat is een beetje de opbouw in ieder geval daarvan. De elektromotor zelf, die zit dus hieronder. En het elektromotortje is echt, daar zit hij eigenlijk daaronder. Die is helemaal niet groot. Die is echt niet groot bij zo'n auto. Dat is maar een klein ding met een reductie, met een overbrenging erbij. Er zit ook geen voor- of achteruit in qua mechanische overbrenging, zoals je normaal een auto in de achteruit zet. Je laat gewoon de elektromotor de andere kant op draaien. Dus theoretisch kan die ook nog, net als bij een DAFje van vroeger, de Variomatic. Net zo hard vooruit als achteruit. Dit doe ik even weer dicht. En die mooie kap, want het ongeluk wat, doe ik er even weer bovenop. Je ziet hier ook nog een koelvloeistofreservoir. Koelvloeistof, remvloeistof. Je kunt wel zien dat het remsysteem, daar zit geen rembekrachtige grote pot op. Dat is allemaal niet nodig. Een grote aansluiting ABS, ingecombineerde unit. Want je remt dus niet eigenlijk echt met zo'n auto. Je remt af op jouw elektromotor. En als bijremmen kun je dan jouw remsysteem gebruiken. Vandaar, jouw remsysteem gaat lang mee. Ik heb daar op zich wel eigenlijk een advies voor als je privé zo'n auto zou rijden. Want in de lease maakt toch allemaal niks uit, toch? Zorg er dan voor dat één keer in de 2-3 jaar je remmetjes even schoon laat maken, even goed in laat smeren. En dan gaan je remblokken en remschijven een eeuwigheid meer. Tip krijg je van mij gratis erbij. Maar goed, koelsysteem, elektromotor wordt gekoeld. En ook het batterijpakket zit complete leidingen aan met een koeling erin. Om ervoor te zorgen dat de temperatuur beheersbaar blijft. Want je kunt je voorstellen, het laden, dan krijg je toch weer de laadverliezen. Ondertussen ga ik even de auto omhoog doen. Going up. Tijdens het laden krijg je dus inderdaad je laadverliezen. Is dat allemaal belangrijk? Vind ik absoluut niet belangrijk. Hartstikke leuk. Je moet je stekker erin. De app of de paal of wie dan ook, geef wel aan. Hij zit vol ja of nee. Hoort er nou één keer bij. Je kunt snel laden bij zo'n auto. En het gaat best goed. Geen enkel probleem. Maar die warmte moet gewoon afgegeven worden via het koelsysteem. Op het moment dat de auto staat te laden, dan hoor je ook vaak gewoon een ventilator draaien. Nou Ben, veel ervan. Mooi hè? Bijna net zo mooi als... Ga niet goed worden. Nee. Maar nou staat er een auto daar. Dat is een V8 BMW, maar die heeft geen schade of zo. Helaas, de tand destijds kreeg je een beetje roest aan de spatborden en heeft er twee... Basten. Oh, Basten, sorry, roest me. Het is in een kunststof oor slecht. Kunststof spatschermen, kunststof spatborden aan. En die begonnen dus te barsten. Barst. En hij heeft een paar goede gebruikten kunnen krijgen. Want echt, je kunt zo'n BMW rijden. Maar ja, zeg ik, het is geen Opel Astra of een Volkswagen Golf waar je op elke hoek onderdelen kunt kopen. Het is gewoon verschrikkelijk duur. Maar goed, twee hele mooie goede spatborden eraan. En vandaar dat hij eventjes weer daar staat. Hier zie je dus onder de auto het enorme batterijpakket. Oerdegelijk. De aansluitingen zelf zitten, wanneer je deze plaat hier weghaalt, hieronder. Daar zitten de hoogvoltage aansluitingen. En de koelwateraansluitingen. Regeling, elektronica, alles zit daarop. En hieronder zit dan het elektromotortje. Ja, en echt, het elektromotortje, het stelt niks voor. Is dit een zware auto, bijna 1800 kilo, rij klaar. Ik vind het nog meevallen. Mijn Mondeo weegt ook wel genoeg namelijk.
laadproces is begonnen. Half uurtje is de accu weer helemaal vol, want ik heb niet zoveel gebruikt natuurlijk. Maar het zijn de kleine beetjes die het om doen, toch een beetje de bedrijfseconoom. Hè? Het is helemaal zo duur. Kijk eens, zonne-energie. Dus het is 100% zonne-energie. Ik heb er weer een klein beetje stroom bij gekregen. Ik had natuurlijk het batterijpakket aardig vol. Ik heb even gesproken met de eigenaresse van hiernaast. Inderdaad, zij rijden privé. Ja, je bent gekheid niet doet natuurlijk. Hè. Je kunt zo laden bij de Lidl. En er kwam er al een aanrijden. Ik zeg, ik ga weg. Wees ik hem aan. Maar nou zie ik die beste man helemaal niet hier meer staan. Maar maakt ook niet uit. Dus ik ga apart. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Volgende video zal waarschijnlijk wel weer iets worden met benzinemotoren of dieselmotoren. Alles wat stinkt en ratelt en rookt. En ik vind het erg leuk om in zo'n auto te rijden. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ciao.